Aram Beet, de prominente verslaggever van RTL Boulevard, krijgt scherpe kritiek te verduren van advocaat Richard Korver. In de talkshow van Rensse Klamer noemt Korver hem onfatsoenlijk. Woensdagochtend was er een grote drukte bij de rechtbank in Haarlem, na 2,5 jaar verscheen Ali Beet plots weer voor de pers. Terwijl hij uit de garage liep, werd hij overspoeld door journalisten. Aram Beet snelde naar hem toe en vroeg direct, Goedemorgen, vind jij jezelf een seksueel roofdier? Richard Corver vindt deze vraag onsmakelijk, al dus zijn uitspraken in de talkshow van Rentse. Het is begrijpelijk dat hij belaagd wordt door journalisten, maar die openingsvraag is allesbehalve kies. Vragen als, wanneer zat je op je diepst, zijn ook niet echt journalistiek verantwoord, stelt Corver. Volgens Corver lijkt Ali B. ook moeite te hebben met de benadering van de pers. Ik vrees dat het dunne laagje beschaving snel verdwijnt. Als hij kritisch benaderd wordt, reageert hij vaak behoorlijk agressief. Journalisten zoals Aran moeten oppassen dat ze zich niet laten leiden door ongefundeerde meningen. Als je het dossier niet kent, moet je niet zomaar dingen roepen. Of dat nu over de slachtoffers gaat of over Ali B die als een seksueel roofdier wordt neergezet. Korver benadrukt dat iedereen onschuldig is tot de rechter anders beslist. Laten we het beschaafd houden. Aran gedraagt zich onbeschaafd al dus Korver. Ik heb er geen bezwaar tegen dat een columnist of opiniemaker iets vindt, maar vragen als ben jij een seksueel roofdier, zijn niet gepast voor iemand die nog niet veroordeeld is. Angela de Jong, opiniediva van het AD, verdedigt Aran. Het beeld van een seksueel roofdier kwam wel uit die boos uitzending naar voren, zegt ze. Korver blijft bij zijn standpunt. Als opiniemaker is dat een ander verhaal, maar Aran presenteert zichzelf als journalist. Boulevard claimt kritisch te zijn, maar dit gaat de vereniging. Korver richt zich tot Angela. We moeten het deformerende en beledigende niet tolereren richting een verdachte. Er is een verschil tussen jouw rol en die van Aram bij Boulevard. Hij is geen columnist. Fritz Wester, journalist bij RTL Nieuws, deelt de kritiek van Corfer niet. Het is een dun lijntje, merkt hij op. Angela toont ook begrip voor Aram. Ja, je staat met een menigte journalisten om iemand heen en kiest dan een openingsvraag die confronterend is. Of het netjes is, is een andere vraag. Het brengt Ali B wel uit zijn evenwicht. In het geheel blijft de discussie over de grenzen van journalistiek en fatsoen voortduren. De scherpe vraag van Aram Beeth heeft geleid tot een bredere reflectie over de rol van de media en de wijze waarop verdachten worden benaderd in het publieke domein.